ik ben vandaag voor jullie hier weer met een video. Zoals ik al beloofd had, ging ik meer video's posten. Dat is nog niet echt super hard gebeurd, maar ik doe mijn best. Hier is een video met deze look. Het is wat een smoky, bruine, koperen look met een bijpassende lip. Maar dus, dit is een voice-over tutorial om jullie te laten zien hoe je deze look moet maken. Het is eindelijk nog eens een tutorial, zeg het eindelijk. Ik ga naar een verjaardagsfeestje. Ik ben me eigenlijk gewoon aan het klaarmaken om dus weg te gaan. Dus het is ook ineens eigenlijk een get ready with me. En ja, hopelijk vinden jullie het leuk. Laten we maar meteen aan beginnen. Ik begin met mijn Nivea Men Sensitive Aftershave Balsam, omdat hier veel glycerine in zit en daarmee een perfecte primer vormt om mijn foundation goed op mijn gezicht te laten blijven zitten. Mijn nagels zijn, zoals jullie kunnen zien, maar aan één hand gedaan. Ja, een beetje ratchet, ik weet het. Dan gebruik ik mijn NARS Sheer Glow Foundation. Ik ben daar de laatste tijd echt super hard onder de indruk van. De review die ik vorig jaar hiervan gedaan heb, was niet zo super positief, maar eigenlijk begin ik hem de laatste tijd echt leuker en leuker te vinden en is het een beetje mijn favoriete foundation aan het worden. Dan gebruik ik deze cover stick, concealer stick van Maybelline. En die gebruik ik eigenlijk voornamelijk om buisjes of oneffenheden te verbergen. Ook een beetje om wat meer dekking te geven hier en daar. En dan vervaag ik deze met mijn vingers. Plak ook plakband om mijn oogschaduw echt een mooie cat-eye-achtige vorm te geven. Dat het niet gewoon een panda-oog is, maar dat er ook echt wel een mooie vorm in blijft. Dan gebruik ik deze crèmig mat kleurtje van Sephora, zeer geliefd kleurtje, op mijn wenkbrauwbot. En ik gebruik vandaag mijn Bourjois bronzer als transitiekleurtje in mijn arcadeboog. En dat breng ik aan met een fluffy kwast van Kiko, zoals jullie zien. Dan ga ik met hetzelfde paletje van Sephora van daarjuist verder en ik neem dit koperen, duochroom-achtige bruine kleurtje. Dit breng ik aan met een Sephora kwast, een synthetische Sephora kwast, over mijn bewegend ooglid. En deze oogschaduwkwast is zo wat tussen plat en fluffy tussenin. Dan neem ik terug mijn fluffy kwast van Kiko van daarnet en daarmee blend ik de randjes van deze koperbruine oogschaduw richting mijn arcadeboog. Zodat de overgang van het oogschaduwken op mijn bewegend lid mooi en zacht is in de bronzerkleur die ik in mijn arcadeboog heb aangebracht. Dan gebruik ik dit koffiebruine potloodje van Sephora ook. Een heel creamy potloodje, echt super aangenaam. En daarmee zet ik mijn bovenste wimperrand eigenlijk wat meer aan. Ik ga hier ook mee mijn waterlijn van de bovenkant aanzetten. Dat is dus zoals je van onder de waterlijn hebt, maar dan heb je die ook van boven. Ga je met dat potloodje tussen de wimpers tussen gaan om een beetje het effect te geven dat je vollere wimpers hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar aangezien dat dan die strook of de plaats waar dat je wimpers beginnen te groeien, donkerder en meer aangezet is en ook echt tussen de haartjes gekleurd wordt, ja, daardoor krijg je eigenlijk een voller wimpereffect. Ik zal het zo zeggen. Dit lijntje vervaag ik dan ook zachtjes met een smudgerkwast van Sephora ook. Dit zijn trouwens die zilveren kwastjes van Sephora die ik nu allemaal gebruik. Dit zijn allemaal travel size kwastjes. Echt super, super fijne kwastjes trouwens. En dus met een korte steel, zal ik zeggen. Dus super handig om in je tas mee te nemen als je op reis gaat of als je gewoon on the go je moet opmaken. Dan neem ik de plakband weg en kuis ik de randjes, dus de gesmoste oogschaduw, zal ik zeggen, een beetje op. En dan gebruik ik mijn favoriete concealer van Maybelline, mijn Dream Lumi Touch. Deze ga ik er zo hard in zitten dat je lacht gezegd. Dit is echt mijn favoriete concealer. Ik vervaag deze concealer ook met mijn ringvinger. Dat is de zachtste vinger, dus die is perfect om onder de ogen te vervagen. Nu
kunt geleren voordat ze mijn gezicht eens moet doen. De boyfriend is mijn make-up tag. Dan gebruik ik mijn nieuwe favoriete poeder. Hier komt ook nog een uitgebreide review van Natural Finish Loose Powder van Chanel. Echt, ja, gewoon mijn nieuwe favoriete gezichtspoeder. Ik heb nog eens gesplurged op een poeder. Ik was al lang op zoek naar een goede nieuwe gezichtspoeder en ik heb hem eindelijk gevonden. Ik zal het zo doen. Breng hem aan met de poederpuff die erbij zit. En vervaag hem dan, of blend hem dan in de huid verder mooi in met deze Duo Fiber Kwast van Real Techniques. Dan gebruik ik mijn sleek make-up paletje met deze contourkleur. Een hele mooie blush trouwens ook en een super goede highlighter. Zo rap vermagert je 5 kilo's, hè? Gezondheid. Ik gebruik ook nog, om mijn gezicht wat meer op te warmen, mijn favoriete bourgeois bronzer en deze fluffy blush kwast van Real Techniques. Ik breng ook met deze kleine duo fiber kwast van Real Techniques de blush aan uit het paletje van Sleek. Ik doe dat nu mijn wenkbrauwen zoals ik gewoonlijk doe. Zet je kijk in het verschil. Dat is echt erover, hè? Ik vind het leuk dat je bij mij zit. Kunt jij mij al de mascara's die op mijn bed liggen aangeven? Al de mascara's die op mijn bed liggen. Dat is een concealer ook. En er is er nog eentje dat er ook nog bij ligt. Dank. Ja. Jongen. Ja. Waar is dat ergens van? Ja, dat is wel een haarrekkertje, hè? En dat gebruik je ook zo? Ja, dat lijkt zo'n telefoondraad. Allee, met de lange. Oh my god, wat zie je nu? Heb ik gesmost? Ik heb trouwens deze Lancôme mascara die ik gebruik. Ik ga even toch praten in mijn video. Want ik ga hier af en toe stukjes tussen zetten dat ik wil praten. Misschien echt hilarisch. Ik zal eens zien wat ik doe. Dan gebruik ik een combinatie van de Lancôme Grandiose Extreme mascara. Ik heb mijn eigen bij het blind gestoken. Nee, dat gewoon roze in mijn oog gestoken. Dat weet ik toch. Better Than Sex van Too Faced. Het is niks liever, dat is toch niet uw schuld. En dan nog iets van Too Faced Better Than False Lashes. Nu de Better Than Sex, but I'm not sure if it's Better Than Sex mascara. Zijn mijn wimpers er een beetje over of niet? Is het mooi, liefje? Mooi. Nog? Want ik kan het nog doen, hè? Nee, dat is goed. Jawel, ik kan het ook doen, want dat gaat sowieso nog flauw vallen. Een klein beetje. Een beetje langer maken. Ik moet wel nog opkassen, want zo gaat het niet. Nu nog mijn lippen. Ik gebruik een bruin lippotloodje van Clinique. Je moet de lippen groot wat maken en misschien zelf. Nee, maar ik ben daarmee van de tijd over geweest, dus je ziet het bijna niet meer. Ik moet mijn tanden nog poetsen. Oké, ik ga eerst rap even mijn tanden poetsen. Ik ben begonnen aan de laatste liplijnen met mijn dopje er nog op. Ik ga door welke lipkleur ik ga opdoen. En dan gebruik ik de Matte Milani Liquid Lipstick in de kleur Loved. Oh, dat ruikt naar karamel.
Als allerlaatste heb ik de Infallible Fixing Mist van L'Oréal Paris gebruikt. Dat is een fixing mist die relatief nieuw is. Ik ben die nog aan het uittesten. Tot hiertoe ben ik er super enthousiast over. En er komt ook van dit product nog een volledige review online. Voilà, dit was het dan. Dit is de look die ik vandaag voor jullie gemaakt heb. En hopelijk vonden jullie het leuk. Geef deze video zeker een thumbs up als jullie het effectief leuk vonden. Deel hem eventueel zelfs op een of ander sociaal medium. Volg mij ook op Twitter of op Instagram. De linken staan hieronder in de beschrijving. En alsjeblieft abonneren, dat helpt mij altijd super hard. Dankjewel. Ja, heb ik al gezegd. Thumbs up. Kom eens hier. Waarom? Omdat jij mijn liefje bent. Ja, je kunt lekker zelfs een liquid lipstick leggen. Kom hier. Voilà, dit was deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag! Alexander, wat zeg je aan het doen? Ik weet gewoon niet meer. Shhh! Grappig. Dat lijkt echt wel koeier. Toch baby, porseleinenpopje. Maar mijn wenkbrauwen moeten wel nog gedaan worden. Nee, ik kan dat niet als je zo bent te zien. Doe oogjes maar toe. Dan mocht je nu mijn zwart paletje geven daar op mijn computer. Dank u. Zo, en mijn zwarte kwast die plat van boven is. Ja, dank je. Nu ga ik 5 kilo vermageren in mijn gezicht. Zo. Hallo allemaal. Ja. Hey iedereen. Oh, maar ik vind het niet goed. Mijn lippen zijn te rood. Nee? Zijn die niet te bruinrood? Ja, is aap. Ik weet niet, ik vind het... Ja, ça va. Het is goed zo, hè. Niet meer afleiden, hè. Ik kan wel lachen.